De Lambertusschool in Zomeren steunt al jaren projecten van twee Zomerenaren, Trees van Rijzenwijk en Rudy van Dijk. Trees van Rijzenwijk zet zich in voor kinderen en volwassenen in onder andere het Chepang-gebied in Nepal en Rudy van Dijk voor kansarme weeskinderen in Kenia. Op dinsdag 22 juni was de actiedag met extra aandacht voor de projecten. Na de sponsortocht, chatten met Nairobi en andere activiteiten overdag, werd er 's avonds een tweedehands speelgoedmarkt en dienstenveiling gehouden, waarin leerkrachten een dienst aanboden. Hoe heet jij? Ik heet Shaurab. Ja, je praat heel goed Nepalees. Dankjewel. Ja? Hoe komt dat? Omdat ik ben in Nepal geboren eigenlijk. Ja? En ik zat daar 6 jaar in Nepal. En toen ik 6 jaar was, toen moest ik weer naar Nederland. Toen ben ik naar Nederland gekomen en nu ben ik hier dus. Je praat 2 talen, hè? Ja. Dat doe je heel goed. Dankjewel. Ja. Ik ga jou als tolk laten fungeren. Kun je meneer, die tolk is iemand die vertaalt, hè? Okay. Kan je even vertellen wie hij is? Dat heb ik namelijk heel erg video aan. Mijn naam is Deepak Shrestha. Zijn naam is Deepak Shrestha. Wat doet hij hier? Hij komt hier om school. School. Hij komt van Kumari School en hij komt hier even te bekijken. Hij is de directeur van die Kumari School. Ja. Ken jij die meneer al? Wat? Ken je die meneer al? Heb je al ooit vaker gezien? Nee, nog nooit. Vind je iets leuks hier in Nederland? Toen was ik hier Mozalaks in Nederland. Oh, maar het is zo bij Mozalaks kinderen, want hier in Nepal, want dat is park. Ja, hij vindt alles leuk en hij vindt iets anders dan Nepal. Maar gaan ze dadelijk eten? Ik weet niet waar ik hier gaan zou. In Nepal met een zuilje van die bijna van die belka van dalwaar. In Nepal gewoon dalwaard. Ja, wat we daar gaan maken zijn, dat eten we in Nepal. Wat is dat? Dat is dal, dat is zo'n ding, en wat dat is rijst. We gaan allemaal op de grond zitten. Hup, kom. Marion van Dijk, echtgenote van Rudy, en Trees van Rijzenwijk mochten een vette cheque in ontvangst nemen. Op de cheque stond een geweldig bedrag van €2000 en dat werd met €225 aangevuld door de stichting De Wereld aan Tafel in Zomeren. Motor Tour Club, de Happy Drivers uit Zomeren Eind, heeft op zondag 27 juni in samenwerking met KansPlus een motortoertocht gereden van zo'n 100 kilometer door het Brabantse en Limburgse land. Trikerijders, zijspanrijders, buggies, cabrio's en solomotoren waren 's morgens vroeg aanwezig bij het verzamelpunt Jan van Tieskes met de bedoeling om er een mooie dag van te maken. De dag leverde veel tevreden en lachende gezichten op van de deelnemers van KansPlus en hun chauffeurs. Zit je goed? Ja, ik ga dadelijk heel hard rijden met de motor. Hard rijden met de motor? Maar je zit op zo'n mooie motor. Ik hou van de travel sleep. Wat, travel sleep? Ja, maar dat is wel... En wat denk je? Ga je heel hard rijden? Ga je tegen de chauffeur zeggen, kom op, nog harder? Ja. Ja, ga je dat doen? Ja. Dan zit je hier helemaal klaar om te gaan. Ja. Ja. Vind je het spannend? Ja, een motor. Met een motor. En maar je hebt wel een hele bijzondere motor. Ja, vorig jaar ook gedaan. Vorig jaar ook al gedaan? Ja, ja. Heb je ook weer dat mooie weer besteld? Heb jij dat gedaan? Heb je geregeld het zonnetje vandaag? Ja.
Als organisator droom je toch van zo'n weer met zo'n dag, hè? We hebben nog ieder jaar goed weer gehad. We hebben één keer naar mijn regen gehad en al die tijd dat wij deze rit organiseren. Hoe vaak hebben jullie dit al georganiseerd? Deze keer is het de 11e keer dus dat we die 100 kilometer rijden. En van tevoren hebben we 3 of 4 jaar hebben we gereden via een camping waar ze op vakantie waren. En daar hebben we vandoor en uit s'avonds rijden. Maar dat waren maar kleine stukjes. Hier, dit is ideaal. Dat is gewoon, voor ons is dat mooier en voor de jongens ook. Hoeveel motoren en trikes rijden mee gemiddeld? We hebben nu 21 trikes op de weg en totaal hebben we nu 86 motors op de weg. Is ook een beetje het gemiddelde ieder jaar? Nee, vorig jaar hebben we 55 deelnemers en nu hebben we 66, dus we hebben 11 deelnemers meer. Ja. Dus ook een klein beetje meer problemen, want ze moeten toch wel op een trike of op een buggy. En het komt meestal op de laatste paar dagen aan, dat we zeker weten. Dat we genoeg spullen hebben, trikes, motoren, buggies, cabrio's. Dus dat we alles hebben, dus dat de mensen ook geplaatst kunnen worden. En dan is het nog op de dag zelf, liggen vandaag zelfs, dat je moet gaan wisselen. Want sommigen zijn er dan niet. Of er is een trike niet opkomen dagen, liggen vanmorgen is een trike niet opkomen dagen. En dan moet je toch weer aan schuiven. Dus het is ook voor jullie een extra sport om dat goed te regelen? Dat is geen extra sport, dat doen we met liefde en plezier. Ja. Ieder jaar. En ik ben altijd blij als de... Als het een dag om is en we zeggen het is gelukt, ja. Er is niks gebeurd, ja. Dan vinden wij het fantastisch. Ja, het is... En ik denk dat ik dan praat voor iedereen. Hoe gaat het tot nu toe? Geweldig, geweldig. Als je die mensen op de trikes en op de buggy ziet zitten en maar zwaaien en een big smile. Heerlijk om te zien. Je weet precies waar hij het voor doet, ondanks het bloedhete weer. Ja. Wat kom je er onderweg tegen? Zijn er mensen die vervelend doen als ze moeten stoppen? Of hoe leg je dat uit? Nee, absoluut niet. Mensen hebben er zo'n begrip voor zodra ze je al zien staan. We zijn sowieso duidelijk herkenbaar aan de beveiligingshesjes. Dus ze hebben al zoiets van, oh, daar komt wat aan. En ze vinden het ook leuk om te zien. En er is eigenlijk niemand die zegt van, god, duurt dat lang? Of nee, heel begripvol. Geen gekke dingen meegemaakt tot nu toe. Ik heb gehoord dat hij op de zijspan gaat. Ja, ik weet zelf nog niet. Ziet hij zelf niet kijken eens wat eraan komt? Als we geen ongelukken maken. Nee, joh. We maken geen ongelukken. Nou gaat het gebeuren. Kennen wij alle twee erin? In de zijspan? Ja, ik denk het wel. Ik weet niet precies hoe het gaat. In het weekend van 25, 26 en 27 juni vond op het evenemententerrein in Asten het traditionele Spel zonder Grenzen plaats. Op vrijdag 25 juni was er op het terrein de Varendongdag, een soort van generale repetitie voor het echte Spel zonder Grenzen. De leerlingen van het Varendongcollege mochten naar hartelust de diverse spellen testen. Bij het prachtige weer kwamen de waterspelletjes goed van pas. Jullie hebben het hele park hier overgenomen. Ja, klopt helemaal. We zijn vandaag met 800 leerlingen, verdeeld in 2 groepen. 2 keer 400 zijn we hier mee aan doen een Spel zonder Grenzen in het kader van de Varendongdag. Dit is niet de enige activiteit die jullie vandaag doen. Nee, klopt. Al onze leerlingen zijn vandaag verspreid over heel Asten en Someren verschillende workshops aan het doen. Waaronder dus bijvoorbeeld Spel zonder Grenzen. En ja, inderdaad, alle leerlingen zijn dus onderweg. Voor de hoeveelste keer organiseren jullie dit?
Nou, Varenongdag is al een concept wat al langer bestaat, maar voor de tweede keer zijn we nu hier op Spel zonder Grenzen om ook hier mee te mogen doen. Heb je zelf een favoriet spel? Nou, ik vind die ijsrun daar, die vind ik wel heel leuk. Die heb ik zelf net ook even uitgeprobeerd. She was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Op zaterdag 26 en zondag 27 juni werd er op het evenemententerrein in Asten een warm spel zonder grenzen afgewerkt. Als toeschouwer was het op de terrassen goed toeven. De deelnemers hadden het warm met allerlei spellen, waarvan er gelukkig een aantal in een bak met water eindigden. Al met al een geslaagd festijn. Het spel zonder grenzen werd trouwens gewonnen door team 187. De tweede prijs was voor proeven is geloven 2. En de derde werd Hakalaka Lukuluku. Binnenkort zenden we op Sirius TV een special uit van deze spel zonder grenzen. Hey!
Op zondag 27 juni, een week voor de Kennedy Mars, stond in Zomeren de 28e Kennedy Tourtocht van Tour en Wielerclub De Zwaluw op het programma. Er werd weer een 80 kilometer en een 40 kilometer tocht gehouden die zoveel mogelijk de route van de Kennedy Mars volgen. Onderweg waren controleposten waar versnaperingen en dranken werden uitgedeeld. En dat was maar goed ook, want het was een warme dag. Dan zijn we samen van de Vienhout aan. Bij Amsterdam met alle Dommerskanaal. Als ik dadelijk dan de kaars zoek, dan fiets ik door. Want ik wil al iedereen, wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het donders mooi kan wezen. Ik wil al de dunne weten vien. Maar achteraf het veld, dat maakt graag weer. Ik zo fietsen en dat weet niet slim. Dan giet het als vanzelf. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik heb de banden vol met vins, die ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Ik had de fietsen deur het boels aan en een paar naast de Duitse grens, ik denk dadelijk in de kiep, al in het buurland. Gebben over op mijn schoeningsdorf, ik sta al in te kijken bij Nienkamp. En ik sta hier in mijn denk, wat zou ik nou doen, links of rechtdoor. Want ik wil al hier, dan de hemel en meer. Ik kan een hek niet meer, want ik ken het hier. Als ik dadelijk overschoot, ik ga de bank weer terug in Nederland. Ik wil al wieven aan een baan gepas. Dat gezien heb ik Noord en het Oosterse bos. Aak is ook vieze en de weet niet slim. Dan giet het als vanzelf. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik heb de banden vol met fans. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. In november vorig jaar vond de recreatiepark Prinsenmeer in Ommel de ADS bedrijvenbeurs plaats. Op deze beurs waren de gemeente Asten en Zomeren met een gezamenlijke stand aanwezig. Bezoekers aan deze stand konden meedoen aan een prijsvraag en kans maken op een ballonvaart. Op de vraag hoeveel bedrijven er sinds 2006 in Asten en Zomeren zijn gestart, hebben honderden beursdeelnemers het juiste aantal geprobeerd te geven. Twee deelnemers, Cor en Nelly Bouwmans uit Deurne, en Gerda en Gerard van Eyck uit Ommel gaven exact hetzelfde antwoord. 560 bedrijven. Henry, altijd weer spannend voordat je vertrekt? Ja, het is altijd wel leuk om te doen. Hè? Het is nou, vandaag zijn de weeromstandigheden perfect. Je kunt ook wel eens hebben dat je bijvoorbeeld veel meer wind hebt of juist wat minder. En minder wind is ook niet altijd even makkelijk, want dan komen we veel minder velden tegen om te landen. Ja. Dus zo is het iedere keer toch weer een nieuwe uitdaging om met zo'n ballon op pad te gaan en van tevoren de vaart goed voor te bereiden. En dan, maar vandaag is het lekker, we hebben 10 knopen wind, noemen ze dat. Ja. Dus 18 kilometer per uur. Dus we zouden in theorie 18 kilometer verderop straks ergens een veldje gaan zoeken om te landen. En is dat een gemiddelde snelheid? Dat is gemiddelde snelheid, ja. We kunnen varen over het algemeen zo tussen de 10 kilometer per uur en de 25 kilometer per uur. En dit eigenlijk zit er precies middenin, dus vandaag is het echt een gemiddelde. Een ideale omstandigheid? Ja, perfect weer, heel goed zicht. 30 kilometer zicht hebben we vandaag. Dus dat is ook leuk. En ja, mijn cameravrouw aan boord is natuurlijk ook leuk een keer voor de afwisseling. Ja. Dus we hebben er zin in. Ja. Ja. Mag je overal landen? Nee, in principe alleen maar op weilanden of op gebieden waar het geschikt is. Zodat we geen schade aanrichten, daar gaat het natuurlijk om. Ja. En verder mag je overal landen. En dan rijden we even, of de volgploeg gaat naar de boer om te vragen of dat we de ballon even in mogen pakken op zijn land.
kan eventueel niet, dan kunnen we hem nog even naar de weg toe slepen en dan pakken we hem vanaf de weg af in. Dus daar komen we altijd wel uit. Heel vervelende laatste vraag. Wat kan er onderweg misgaan? Nou, eigenlijk in Blommen is een hartstikke veilig luchtvaartuig. Als we eenmaal in de lucht hangen, is het eigenlijk kan er heel weinig misgaan. Het gevaar voor ballonnen is vooral hoogspanningsmasten bijvoorbeeld, als je toevallig in een landing laag zou varen of zo. Maar verder hoog in de lucht, je hoort bijna nooit geen verhalen dat er ballonnen zeg maar, hoog in de lucht te begeven of zo. Okay. Wat dat betreft hebben ze een betere reportage als vliegtuigen. Okay. Nou, in ieder geval, ik wens jullie behouden vaart en heel veel plezier onderweg. Ja, dank je, want hij ligt er klaar voor. We gaan aan de slag. Goed zo, heel goed. De echtparen Bouwmans en Van Eyck ontvingen een waardebon voor een ballonvaart voor twee personen met afvaart in Asten of Zomeren. Deze ballonvaart vond plaats op maandag 21 juni. Wat moet je nou doen om dit te winnen? Ja, niet. Een vrouw hebben die goed kan raaien. Een vrouw hebben die goed kan raaien? Dan ga ik naar de vrouw toe. Vertel eens even. We moesten raaien hoeveel bedrijven dat er gestart waren tussen een bepaalde tijd van jaren tot aan november 2009. En daar hadden we toevallig behoorlijk goed op gegokt. Ja. U was op de bedrijvenbeurs in Ommel, hè? Dat is nog niet zo heel lang geleden. Weet u nog hoeveel u gegokt heeft? 560. 560? Ja. 560, ja. Ja, 560, ja. Ja. Waar heeft u die wijsheid vandaan gehaald? Gewoon een gok. Gewoon een gok. Dat was natte vingerwerk, ja. Echt natte vingerwerk. En dan deze prijs. Ja. Voor de eerste keer dat ik ooit iets win. De eerste keer, ja. Wij winnen nooit niks. En nou mogen we een keer mee. Nou ja, we zien wel, hè. Ik weet niet hoe dat lukt, maar we gaan in ieder geval ons best doen om hier dadelijk mee te helpen. En dan de lucht in. Weet jullie al waar je uitkomt? Nou, volgens mij gingen we naar Ospel die kant. Ospel gaat hij erover. Ja. Hè, die kant zouden we waarschijnlijk naartoe gaan, maar wij hadden liever naar Deurne gegaan. Maar... U komt uit Deurne? Ja, wij komen uit Deurne. En waar komen jullie vandaan? Ommel. Dus die richting was ook beter geweest voor ons. It's time to redefine a woman's worth, where there's love. You don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl. Easily carry the weight of the world, at least I knew for me she'd always try. In these footsteps I will follow through till I can't take no more. Get to fight, never scared to do what's right.